Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD Varmoor. En naast mij staat... Ja, Stef van de Kamar. Stef van de Kamar, wat een mooie achternaam heb jij. Hey, Stef van de Kamar, wat gaan wij vandaag allemaal doen? Ja, wij gaan gewoon een dienst draaien, denk ik. Wij gaan gewoon een dienst draaien, denk ik. Ja, dat denk je heel goed. En ik had gehoord dat ik mag rijden. En we hebben deze Astra uitgekozen. Die Astra is net nieuw, begreep ik, hè. Die... Dus die met ziet er wel leven, uit. Ja, dus die moet inderdaad. Ik ook niet gaan slopen. Waarom hebben jullie de nieuwe struipen dan nog niet? Het staat niet zo mooi op zijn Astra. Dit voertuig heeft nog niet de nieuwe struipen. Die nog wel even, denk ik. Nee, oké. Okay. Hey, leuk dat ik er ben. Want ik had een keer opgenomen met Kamar. En toen ging dat niet helemaal goed. Of nou eigenlijk, dat heb ik toevallig nog in een video die ik morgen voor mij morgen en voor ons morgen ga uploaden. Nog uitgelegd tot daar eigenlijk van alles in gebeurde. Wat achteraf niet zo leuk was voor, of ja, niet zo leuk, daar waren de Kamar-leden niet zo blij mee. Zo, daar vloog lekker een motor, zag je hem? Die ging hard. Daar hadden we namelijk een melding in de haven, en die melding liep uit in, we gaan alvast rijden trouwens, die melding liep uit, even open doen, liep uit in een inval, en die inval die ging helemaal fout. Of ja, ik vond hem goed gaan, maar de leden waren er niet zo blij mee. Dus uiteindelijk hebben we besloten om die hele video niet te uploaden. En nu zijn we dus opnieuw hier. Dus ik heb er zin in en ik ben benieuwd wat we allemaal gaan meemaken vandaag. Ik heb mijn klokje al gepakt, want jullie hebben de klok 17, hè? Yes. Niet de Walter. Niet de Walter, nee. Nee. Nou, dit is Kamar AB, we zijn niet binnen onder mijn riem. Of ik ben net onder geweest. Ja, we noemen het eigenlijk niet een AB, we noemen het een brigade. Een brigade nog wel. Want? Kamar werkt met brigades. Oké, okay. Nou ja, weer wat geleerd, dat wist ik niet. En zijn er nog dingen die ik absoluut niet mag noemen die in de politietermen wel gebeuren? Ja, OC zeggen we natuurlijk OPS tegen. Nou, niet zozeer. Meeste, ons werk zeker wat wij nu doen lijkt gewoon op de wat de noodhulp zal doen bij de politie. Alleen dan op een ander gebied. Het enige verschil is nu dat wij ook bevoegd zijn op de vreemdelingenwet. Dus, maar daar zal ik altijd wel in bijspringen. Vreemdelingenwet, oké. Okay. Dus ja, nou ja, in principe lijkt me dat best logisch. Want je hebt natuurlijk kans met vreemdelingen. Ja, niet zo snel die aankomen met vliegtuigen natuurlijk. Want dat zal als het goed is al zijn gescreend in zo'n land waar ze vandaan komen. Maar natuurlijk wel de haven, want daar rijden jullie ook. Ja, en ook wel vliegtuigen. Toch wel? Ja, je hoort ze via het landingsgestel en alles komen natuurlijk. Dus, Ja, we doen ook wel vliegtuigen hoor. Dus niet alleen... soms doen we controle aan boten die natuurlijk binnenkomen, maar ook gewoon vliegtuigen. Hmm. Maar dat is alleen vanuit buiten Schengen. Vanaf buiten wat? Buiten het Schengengebied. Dus buiten wat is dat? Schengengebied is de verdrag is gesloten met allemaal landen dat er één open grens. Okay. Dus dat wij nu gewoon zonder grenscontroles naar Duitsland kunnen rijden. Alleen dat houdt ergens op. Dus vanuit daar, als mensen bijvoorbeeld vanuit ja, Amerika naar Nederland komen. Ah. Nou, ik weet niet wat dit is, maar... Nee, nee oké, okay, duidelijk. Ja, dan moeten die wel gewoon gecontroleerd worden op paspoort. Ja, snap ik, snap ik. Ja, nog wel meer dingen, maar dat is een beetje bijzaak. Ja, ja als er op de standaard politie zaken, of ja, standaard wetten en zo uitkomt, dan zal ik vast wel kunnen bijspringen. Als we hier moeten neerschieten, doe ik er ook met alle liefde vandaag. Dus dat komt helemaal goed. Ik rij gewoon waarvan ik denk, dit is Kamargebied, dus als ik eenmaal verkeerd rijd, dan moet je me zeker zeggen. Nee, het klopt waardig. Want we rijden natuurlijk niet zo heel erg direct op het vliegveld, hè? Dat heb ik de vorige keer geloof ik ook gevraagd. Het is niet zo dat jullie continu over het vliegveld zelf heen rijden natuurlijk. Of is dat wel? Nee, nee, nee. Ja, we doen wel eens een rondje, maar onze dat is natuurlijk, staat überhaupt al een hek omheen. Dus het is daar niet zo erg aannemelijk dat daar heel erg incidenten zo plaatsvinden. Een haven is meer een prioriteit. Ja. En daar rondom, omdat daar ja, wat meer openlijk is. Dus daar kunnen makkelijke criminelen op komen. En dat is ook aantrekkelijker voor criminelen om via de havens drugs binnen te smokkelen dan via gewoon de luchthaven. Dat gaat vaak wat moeilijker. Ja, ja precies. Hey, en wij zijn vandaag niveau 1, toch? Ja, de naam is veranderd. Oh. Dit heet gewoon de politiedienst eigenlijk. Politiedienst, oké. Okay. Want dat zie ik wel eens...
82-01 RT-82-01. Hop, je geeft bericht over. Ja, ik heb voor u een melding op postcode 98. Er zou op dit moment een man met een verdachte koffer rondlopen. Een sierlement van de verdachte. Zwart haar, zwart helmpje, blauwe broek en een zwarte reiskoffer. Meneer komt volgens cameratoezicht raar over. Straalt op een rare toon iets uit, op een verdachte wijze zo. Is van nou maar, heeft hij voor ons een prioriteit over? Ja, mag Prio 1 zonder toestemming aan rijden gaan houden? Microphone muted. 81-1 uit? Ja, positief over. Oké. 98-1, wilt u nog een extra 1 uit mee hebben? Vraagteken. Ja, positief. Stuurt u maar voor de zekerheid een 1 extra 1 uit mee over. Ik ga nog een extra 1 mee koppen, 82-1 uit. Zwarte haren, zwart helmpje op, koffertje. Yes, verdacht. Ja, dat is natuurlijk al een helmpje en zo, klinkt al verdacht. Inderdaad, dus dan met de koffer erbij, ja, dat gaat natuurlijk vragen opleveren. Het kan natuurlijk wel, hè. Hier rijdt een onopvallende eenheid. Yes. Kijk, ik denk dat het hier... Hier links, hè, eens kijken. Ja, maar het is vaak, denk ik... Het is een ruim gebied hier, dus ik weet niet of het hier is. Het is heel ruim, hè? Ja. Het is heel het vliegveld haast, ja. Misschien eens vragen waar camera toezicht hem voor het laatst heeft gezien. Als ze nog, of dat ze nog zicht hebben. Ik dacht dat iemand zag lopen daarachter. Hier zo. Hij is sowieso op de onderste ring. Ja, hier, achter. Goedendag meneer. Goeiedag. Hallo, kunnen jullie blijven staan? Ja, dat kan ik. Goeiedag, ik ben Wim van de Marge C. Dit is mijn collega Stef. Hey, wij kregen een melding van een persoon die zich hier een beetje raar zou ophouden. Ja. En u voldoet een beetje aan het signalement, dus wij kwamen even kijken wat u hier precies kwam doen vandaag. Ah. Ik kom van de vliegtuig. U komt van de vliegtuig, oké. Okay. Welk land kwam u vandaan? Italië, oké. Okay. Goed. Hey, en kan hij iets niet vinden of hoe zit het precies? Jawel, ik loop naar de parkeerplaats daarachter. Oké. Wordt daar opgehaald met de auto. U wordt opgehaald met de auto. Hij heeft toevallig voor mij even een paspoort. Ja, die heb ik. Ja. U komt echt net van een vliegtuig? Ja. Oké, okay, kom van Italië. Ja. Was u op vakantie of op bezoek? Dank u wel trouwens. Ik woon in Italië. Ja, je woont in Italië. 80 nog 5 van de... Mijn naam is Castillo Papali Papali Papali. Papali Papali Papali, oké. Zijn we op plaats over? Ja, dankjewel. Hier in Nederland of... Is voor parkeergarage 2 over? Ja, vanaf. Ik woon in Italië. Ik woon in... Ja, oké, dat begrijp ik. Maar u komt naar Nederland voor dan weer bezoek, want u spreekt best goed Nederlands. Ja, ik heb hier jaren gewoond en nu kom ik hier even op bezoek. Oké, goed. Hey, blijf hier even staan. Ik ga even wat het een en ander met mijn collega bespreken. Ik ben zo weer terug, ja? Ja, dat is goed. Dat is goed. Nou, ik heb de eerste normale controles natuurlijk al gedaan. Ik heb hier zijn paspoort. De achternaam ga ik maar niet herhalen. Nee. Ja, hoeveel kunnen we hem nu maken op dit moment eigenlijk? Ja, het is een risicogebied. We kunnen fouilleren, maar ik zal daar nu niet de keuze voor gaan maken. Ook niet. We kunnen misschien vragen wat camera toen zich nou echt specifiek zag wat hij deed. Yes. Als je dat even wil navragen, controleer ik hem even in het mails of ja, ik geef. Ja, wij gebruiken ook gewoon mails. Dus als jij hem controleert in mails, ga ik eventjes contact opnemen met OPS over meer informatie. Yes. Hoi Spout, ik van jou, wij hadden deze meneer een melding gekregen, je hebt hem denk ik ook wel gehoord. Ja, bedankt persoonlijk. Jij hebt hem aangesproken, hij kwam eigenlijk direct van het vliegveld, van het vliegtuig, en hij loopt nu naar de parkeerplaats daarachter waar hij zou worden opgehaald. Verder spreekt hij gewoon Nederlands, ik heb zijn paspoort hier, controleer ik even, en een collega gaat nu vragen wat nou precies verdacht was aan de melding, of aan hem, waarvoor zij deze melding hebben gemaakt. Oké. Okay. Op dit moment zie ik nog geen reden tot fouilleren of iets. Is er nog iets van je van ons verwachten? Nee, ja, hij loopt een beetje heen en weer. Ik weet niet. Een beetje in de gaten houden. Oké, is goed. Oké. Nou, ik ben hem nu aan het controleren. 82-03. De burger. Oftewel, timmertje.
met een aanvraagspraak. Hij moet natuurlijk... geef de bericht. Ja, dat is een aanvraagspraak. Ja, die was voor de 22.03, maar die zit nog in het bovenste kanaal. Ik zal hem even hier naartoe sleutelen. Ja, de burger moet natuurlijk mij gaan vertellen wat in het systeem staat. Dus burger, wat vind ik in mij? Ja, je moet even tegen OPS. Ben je nog een met een aanvraagspraak, zei je bericht? Ja, heeft u misschien meer informatie voor mij om te camera toezicht? Wij hebben een man aangetroffen, voor ons is er niks verdachts. Kunt u dan even navragen wat de camera toezicht als verdachte heeft gezien? Hoor? Ja. Ja, je had ook een sprake gegaan, toch? Kom zo bij het terug, 82-3 uit. Oh ja, ik was wel gesleuteld. 82-1 of zo. Nou, ik moet de burger dus even afwachten wat er in het systeem staat. Hij bepaalt dat. Ik kan niet zomaar zeggen, oh, hij wordt gezocht. 82-3 op je. Dat laten we aan de persoon over. Ja, die spraak gaat er met vanochtend vallen. Als je maar met 82-3 uit. In dit geval bepaalt hij zelf heb je het systeem gevonden? Wat er is. Ja, code 1000 verder woont inderdaad in Italië. Okay. Ziet het paspoort uit, een beetje goed. Ah ja, dat... Wacht even, dat moet ik even... 82-01 komt uit. Daar ben jij gespecialiseerd in, daar mag jij eens naar kijken. Geef bericht. Ja, voor informatie, bij mij komt over als het vermelding door camera toezicht doorgezet is, maar het komt van een melder af. De melding was niet echt heel duidelijk, was relatief vaag. Dus vernomen, dan zie ik geen reden om deze meneer hier te houden. Laat hem gewoon weer verder met zijn weg vervolgen over. Ja. Dus vernomen, jullie zijn allemaal weer op een eentje. Ja, mijn collega die zo meteen achter u komt staan, die gaat het even vertellen. Oké, dat is goed. Wil jij het paspoort nog controleren? Nee, dat geloof ik wel. Ja, ja. Door de grensbewaking. Nou, kijk eens meneer. Hier het paspoort terug. Excuses voor het ophouden. Wij hebben even in het systeem gezocht. Is verder niks te zien. Ik weet niet waar de melding vandaan is gekomen. Bedankt in ieder geval voor de medewerking. En ik mag u een reis weer vervolgen. Dankjewel, papalipoepoli, fijne dag. Papalipoepoli, fijn verblijf nog en wie weet het ziens. Dankjewel, dag. Joe, dag, hoi. Nou, ik wist niet dat ik zo goed Italiaans sprak, joh. Ik verstond hem gewoon. Zitten wij weer terug in ons eigen kanaal? User was moved out of your channel. Nee, ja, wel, niet, wel. Niet helemaal, ze hebben mij met een andere eenheid verwisseld. Ah, het gaat lekker vannacht. We gaan naar rechts trouwens. Ah, zo reden we bijna in de haven en zo zijn we weer terug waar we vertrokken. Ja, dat is heel vaak. Soms rijd ik net in de haven en dan is er net een melding. Dus dan ben ik gelijk te plaatsen. Wat ook laatst. De melding, wij waren al te plaatsen en toen kwam OPS de melding uitgeven. We waren net spraken van dat we te plaatsen zijn. We wouden zeggen wat er aan de hand was. Toen was OPS kwam net de melding uitgeven. Dus tegelijkertijd. Ja, soms hebben wij het nog eerder door dan dat het via de communicatie gaat. Ja, tuurlijk. Je let natuurlijk. Ja, er lopen al niet zoveel burgers rond. En als er eentje rondloopt die daar ook nog toevallig verdacht rondloopt, ja, dan is misschien al een reden om aan te spreken en zo. Want ja, jij zei het al en dat zei de collega waarmee ik toen mee was ook al. Jullie mogen eigenlijk iedereen fouilleren, net als een risicogebied. Ja, dat mag. Maar het is natuurlijk, we moeten daar. Het mag zonder reden, maar het moet wel natuurlijk. Je hebt altijd wel een reden om het te doen. Ja, je moet altijd wel even reden hebben. We gaan niet natuurlijk iedereen fouilleren. Alleen we hoeven daar niet een reden om te geven omdat het om een hoog risicogebied gaat, mag wij in principe iedereen fouilleren en elke tas, dus die meneer had een koffer bij, dat zouden we mogen doorzoeken, maar dan moet het natuurlijk, hoeft geen aanleiding, maar het is wel menselijk om een aanleiding ervoor te hebben. Ja, dus als het niet nodig is, dan niet. Nou, nu hadden we misschien nog even kunnen, achteraf dacht ik daar nu echt pas aan, misschien vragen of u überhaupt nog een vliegticket had van de vlucht van Italië naar hier, van vandaag, maar voor de rest... Ja, ik had ook niks anders met hem gedaan dan al heel snel weer hem zijn weg laten vervolgen natuurlijk. Nee, ik had wel gezien dat hij op zijn koffer had hij zo'n ticket. Ah, okay. Dus en we kijken ook vooral hoe iemand reageert op ons. Hij reageert best wel normaal, niet zenuwachtig. Dat is gewoon dingen waar je naar kijkt. Ja, precies. En is de haven dan ook wel zo'n hoog risicogebied? Ja, sommige gebieden wel, ja. Vooral de gesloten gebieden. Oké. Nou, daar gaan we nu eens heen. Ik zou zeggen,
Als jij niks meer hebt te zeggen in dat opzicht, bedoel ik dan nog iets wat je wil mededelen. Dan gaan wij even richting haven rijden en dan denk ik dat we, of als we iets zien, tot we de opname starten. Of als we gewoon weer een melding krijgen van OPS. Dus nou, tot zo. Noi. Geef een bericht over. Ja, ik heb voor je een prio 2 rit op postcode 39 een overlastmelding. Zou een persoon een nachtclub binnen willen gaan rond 18 jaar oud. Op dit moment gedraagt hij zich zodanig dat ze hem niet binnen willen laten. Voor je informatie is ook een zwarte Range Rover bij zijn. Ja, is van Oma gaan prio 2 die kant op over. De informatie met Duitse kentekenplaten. Ja, is van Oma. Geen huis? Spreek je goed Duits, Wim? Ja, sigaar. Ma 39, is daar een club? Yes, op de haven. Verwacht je niet, maar er zit er wel. Okay. Nou. Op zich wel fijn hoor, want dan zorg je ervoor dat... mensen blijven daar toch niet zo snel hangen, zeg maar. Nee, precies. Nou, we gaan hier niet spreken. En als daar is toch s'avonds niks. Alleen ja, dat is vaak nog wel voor de security nog wel een probleem daar. Ben je nou rood of niet? Yes. Prio 2, hè? Prio 2, ja. Ja, wat vind jij aan de Prio 2? Mag ik de rood rijden? Ja, dat is. Zelfs blauw? Nee, toch? Ja, wel bij kruisingen. Maar dat was niet heel nodig, maar mag je gebruiken. Om de... Ja. Om te laten zien dat je je vrijstelling pakt. Ik ga gewoon lekker soepel door het verkeer heen, ja. Ik dacht dat je bij de politie toch een IBT had, of... Ja, klopt. Maar voor mij is, ja weet je, daar moet ik binnenkort oprecht nog een video over gaan maken. Want iedereen zit altijd, prio 1 is met zwaailichten en sirene, prio 2 is alleen met zwaailichten en prio 3 is met niks. En dat klopt helemaal niet, maar ja, ik moet er binnenkort nog een video over maken. Maar moet je ook eerlijk zeggen, soms is het voor mij ook verwarrend. Ik doe eigenlijk prio 1, ja dan moet je met of zonder toestemming en een beetje ook afhankelijk van de meldingen wachten. Als ze zeggen prio 1 inbraak, ja, dan ga ik zonder blauw, maar wel volle snelheid, af en toe blauw erop. Ja, prio 1 reanimatie is natuurlijk alles. En prio 2 is voor mij, ja, vrijstelling inderdaad, maar niet, niet blauw of zo. Is hier een club? Yes. Waar dan? Daar. Oh, daar. Oh, hier links natuurlijk, ja. Waar is die Duitse auto? Waar? Is die een legitimatiebewijs voor mijn ID? Waarom? Dan zijn we weg. Goedendag. Hey! Hoe is het? Ja, prima, met jou? Lekker man, ja, met mij ook man. Hey, wat is er aan de hand? Had mijn collega trouwens nog iets gevraagd, identiteit of zo? Ja, ik heb net een identiteit gevraagd, maar die heeft nog niet ontvangen. Hey, heb je een paspoortje voor mij of zo? Waar? Heb je een paspoort of zo voor mij? Ja, maar heb jij een moment? Wacht. Ik heb zeker een moment. Blijf even, zeg even wat je gaat doen. Ja. Voordat je zomaar wegloopt. Mijn paspoort pak. Ja, in je auto die ik niet zie staan, maar die staat er gegarandeerd. Ja. Ja. Laat mijn collega anders even kijken als je het goed vindt. Of wil je zelf? Nou ja, kom trouwens maar even kijken als je het goed vindt. Nee, ik ga zelf wel. Ja, ik loop even met je mee hoor. Ja. Mijn autosleutels pakken. Wat ga jij pakken van mij? Afblijven man. Kom, laten we even leuk houden samen. Ik zie je prachtig staan. Ja. Wat had jij al met hem besproken? Nog niet, ze kwam hier ook net aanzetten, zeg maar. Kijk eens mijn ID of paspoort. Ja. Dank je. Kijk, controleer jij die even. Chef, kom eens mee. Wat? Hey luister, als jij wil hier naar binnen of iets, hoe zat het? Ja, je wil van hem niet naar binnen, die maf. Ja, kom maar hier. Wow, moment, even zitten. Ja, oké. Okay. Hey luister, wat is de reden dat... Heeft jou de reden gezegd dat je niet meer naar binnen mag? Ja, ik ben hartstikke bezopen. Ja, dat is te merken, ja. Denk je? Je hebt het gezellig gehad. Zeker. Hoe ben je hier gekomen dan? Met mijn auto daar. Hoe ga je naar huis dadelijk dan? Ja, met mijn auto. Ja, lijkt me niet zo'n slim plan. Waarom niet dan? Je hebt gezopen toch? Nee, ook om neer daarbij. Je zegt het net zelf. Oh, echt? Ja. Oh, nee. Dus
User joined your channel. Mijn collega die is jouw paspoort even aan het controleren. Even in het systeem aan het kijken wat er allemaal op staat. Ja. Of in staat, beter gezegd, in het systeem. En als we verder niks vinden, dan raad ik jou aan om gewoon lekker naar huis te gaan. Maar zeker niet met je eigen auto. Want dat... Maar weet je de duur dat dingen? Laat ja, niet staan. Geloof ik helemaal. Hij is zo duur dat ik hem niet zie staan, maar ik... Gek, man. Ja. Yeah. Maar je gaat niet... Je laat me weer naar binnen, mafke. Hey. Hey, luister eens. Ja, hey. Afstand van hem. Waar dan? Anders wordt het minder leuk hier. Waar dan? Burger, waar komt uit jou? Tegen. Je hoeft niet zo kort om te gaan staan. Meerdere malen aangehouden op artikel 8. Ja. Hey, ik ga je dadelijk, als mijn collega verder niks heeft, ga ik je vorderen om in ieder geval hier weg te gaan zonder jouw auto. Nee. Laat me eens even uitpraten. Niemand hoeft naar binnen te gaan. En je zult ook een manier moeten gaan vinden om naar huis te gaan. En het is niet met ons. En als je met ons gaat, dan is het naar de cel en niet naar huis. Ja, als je dan een taxi met me belt, dan doe ik dat. Ja, dus ja? Heb je zelf een mobiel. Ik weet niet of hier veel taxis komen. Het is ochtend alweer bijna aan het worden. Dus ik neem te gaan dat de taxis nu al de laatste clubleden komen op. Moment, ik ga even bellen. Ga jij eens bellen? Voor jou is meerdere keren aangehaald op artikel 8, dat is met verkeersdingen zeg maar, dus hij is voor... Ja, weet ik. Ja. Nee, duidelijk. Het werkt niet, wat is dit? Hij gaat een taxi proberen te bellen, maar dat lukt niet. Anders nu maar voor, wat is dat, openbaar dronkenschap 9? Ja, volgens mij. Kijk hem niet aan de kant. Hey, houden we? Hey, blijf even staan. Meneer, mag ik hier blijven staan? Nee, niet. Hey, ik vorder je bij deze dan wel om het vliegtuig te verlaten, maar niet lopen natuurlijk. Dat is een beetje dubbel. Je loopt daar recht op de snelweg af, dus je moet hier met een auto weg. En niet met jouw eigen. Kom eens even hier. Meneer, even blijf staan. Wat denk je, Stef? Gewoon meenemen even een nachtje. Nou, eerst kijken of je weg kan. Ja, ik probeer het. Taxi bellen lukt niet, hè? Ik moet even plassen, moment. Nee, je gaat daar niet pissen. Meneer, we gaan hier niet plassen. Anders ga ik u in ieder geval een boete geven. Te bellen. Oh, een broek gaat omlaag. Nou. Meneer? Dan krijg je sowieso een print voor als je nu gaat pissen. Nee, waar? Een foto? Nee. Ja, wil je een foto van mij hebben? Dan krijg je een bekeuring voor als je dan nu gaat plassen. Dus doe dat nou niet. Hey, heb jij een taxibedrijf die je vaker belt of... ik bel anders wel even voor je. Taxi Leo? Taxi Leo, je hoeft niet te gaan huilen. Ik wil helaas te bellen, ik weet niet of ze hem mee willen nemen. Natuurlijk, hou maar even. Over. Ik wil naar huis. De persoon staan, vraag niet de persoon. Hij wil wegrijden met zijn auto, maar hij is dronk, dus probeer... Bellen wij Taxi Leo even voor hem. Nou, ik bel Taxi Leo. Wat zegt Taxi Leo? Wil ze je komen ophalen of niet? Ja. Ja, oké. Nou. Taxi Leo net gebeld, die wil hem komen ophalen en zijn ook nog eens om de hoek. Hey taxi. Ja, hey, geef mij nog een mooi pilsje. Meneer? Ja? Vergeet uw auto niet dan even op slot te doen, want die staat nu open. Ja, ik pak mijn auto wel, ja, moment. Voor de mensen die zich nu afvragen, waarom niks doen met het feit dat de taxi is er. In de chat stond, doet spullen stiekem ondersteunen. Meneer, ik heb het er niet daadwerkelijk doen. Nee, waar even op slot? Met een collega. Op slot doen inderdaad. Ja. Te praten. Dus Oh. Ja, zo die gewoon meenemen. Dit gaat echt. Ja. Hij heeft gereden, dus doe mijn artikel A. Mijn auto! Hey chef! Ja. Luister, als je me aanhouden bij deze, op basis van artikel 8 rijden onder invloed en openbaar dronkenschap, want zo ga ik jou niet hier laten staan. Ja, ik ben niet aan het verplicht, je hebt recht op een raadsman. Ga jij meewerken? Je hebt pilsje dan bij mij. Ik heb geen pilsje voor jou. Nou, dan vooruit. Dan mag jij even de handen op de motorkap leggen. Ik ga je nog even fouilleren voordat jij met mij meegaat. Want ik wil wel weten wat je allemaal bij je hebt en of ik mij niet ineens voor verrassing kom te staan. Heb je dingen bij die je bij mag hebben? Ja, ik heb een pilsje in de zak. Een pilsje? Ja, een hertog Janneke. Hertog Janneke, lekker man. Waar ligt die? Zit die? In mijn broekspijp. In mijn sokken. Oeh, nou heb je een mooie pilsje ingestopt. Ja, je mag je armen nogmaals even op de motorkap zetten. Verder geen gevaarlijke of verboden spullen? Ja, ik ben hier ook gevaarlijk. Ja, dat snap ik. Hey, ik ga je fouilleren.
En een pilsje in de broekspijp. Kijk eens. Zet op de auto neer. Oké. Goed. Hé, dan gaan bij jou wel de boeien om. Nee. Blijf van me af, hè. Je gaat niet tegenschribbelen, hè. Gek. Hé. Wat nou? Voor onze veiligheid. Voor onze veiligheid, inderdaad. Wat nou? Allemaal, hé. Hé, doe je arm even spreiden. Ik ben ook wel meewerken, anders maak ik alleen maar moeilijker. We zijn met 3 man. Wat? Doe de boeien om. Hey. Ja, keurig. Nou, dan ga je met ons mee. Auto is wel beschadigd, zie ik. Ja, dat vertel jij maar mooi. Ik heb niks gedaan. Dat heb je toch echt zelf gedaan. Neem wij mee, Stef? Ja. Heb je zijn autosleutels of doe ik zijn auto even op slot? Waar heb je autosleutels, chef? Ja, Ik denk in de auto, daar. Ja, rijd dan mee, dus... Zoals gek, ik zal even kijken voor... Nou, let op je hoofd. Nee, dit is stinkauto. Niet kotsen, hè? Kotsen? Nee. De autosleutels doen we in de bewijszak. Of ja, in het zakje waar al zijn spullen in zitten. Ja, ik moet jullie in de moeket. Heb ik daar laten staan. Had die fris niks erbij op zich? Nee, helemaal niks. Misschien de auto ja, eruit van spullen. Trouwens. Oh. Nou, dan gaan wij misschien, denk ik vervoeren. Yes. Doe jij eindzittrap dan, Lars? Ja, is goed. Moet ik ook eventueel een taartje laten halen voor bij ons, zeg maar. Dat die daar niet vaststaat. Ja, doe maar, want ik weet niet of overdag dit spoor in gebruik wordt genomen. Nou ja, daarom. Ik laat wel een sleep van ons komen. Yes. We gaan onze grote vriend meenemen naar het... Nou, dan gaan we weer, hè? Gaan we nou naar het HB of naar het politiebureau dus, of naar de brigade? Of weet naar de brigade. Brigade, ja. Zo, we zijn er. De burger heeft het begeven. Ja, is hij weg? Ja. Nou ja. Nou, dat was natuurlijk de derde man die crashte. Nou, zullen we even snel naar binnen gaan? Dan kunnen we ook meteen eens kijken hoe dat hier... uitziet. We kunnen trouwens ook over hier praten, denk ik dan. Nou, ik krijg ook binnenkort een nieuwe, dus dan wordt dit echt een post en dan krijgen we een nieuwe brigade. Ja, hier ben ik trouwens wel eens geweest. Maar nee, niet in de opnames. Zoveel stelde niet voor. Nee, ik ben hier inderdaad eens geweest. Het is wel helemaal zelf gemaakt. Dit is dan een vrouwenkleedkamer. Oh, dat voor ons. Hebben we hier nog een mannenkleedkamer, ziet eigenlijk hetzelfde eruit. Even kijken. Dat is heel interessant. Ah. Hier wat kantoren. Moeten jullie ook muteren? Bij de politie weet ik dat ze tegenwoordig moeten muteren. Nee, doen we niet. Wij doen altijd, nou niet altijd, maar grootschalige incidenten debrieven we altijd. Ja, oké. Zelfs als muteren, alleen dan meer op de direct op de man af, zeg maar. Hier wat administratie met daarachter en je bewijshok. Nou ja. Dus stel dat je zou moeten muteren, zou dat hier bijvoorbeeld kunnen? Ja, of verdachtes inzetten. Dan hier de briefingruimte. Nou ja. Ja, die had ik dan even gemist. Ja, ik was met andere dingen bezig, dus ik had daar niet... En een kantine. Ja. Come on. En dan hier gewoon de cellen achterin. Met 2 voorkamers. Is dit zo'n cel? Ah, luxe. Lekker bed. Heel lekker bed. Je kan beter hier worden opgesloten, denk ik, dan... bij het politiebureau. Ja, precies. Goed, hey, wij gaan... wij gaan wat door. We hebben natuurlijk de verdachte nu fictief erin gezet in de cel dan. En ik zou zeggen, wij zien jullie weer bij de volgende melding. Als hij er nog komt. U weet het natuurlijk nooit. Hoe laat is het? Oh, is het toch wel redelijk tijdstip. Ik denk dat er nog wel eentje komt. Tot zo. RT82 lijn, kom maar zuid. OPS. OPS, hier de 82 over.
Wilt u prio 1 zonder toestemming, postcode 48/49 gaan. Er zou een verdachte situatie gaan zijn. Verdacht busje rijdt rond en laat planten in over. Het zijn allemaal wit busje. Het kenteken 83 kilo Rolf Delta 9 met als merken Bison over. Is van nou, en wat had hij precies verdacht? Hij zou rondrijden en laat verdachte planten in over. Ja, is van al, wij gaan aanrijden het over. Kunt u de camera toezicht in kennis stellen om te kijken naar camerabeelden in de omgeving over? Ja, positief zijn we allemaal bezig over. Van al 20-10 rijdt over. Dat is goed, ik ben er rijdend. Wees uit. Verdachte planten. Ja, moet ik wel weten, kijk. Het is altijd weer, hè, dat je moet weten of het wel, of het waar om wat voor planten het gaat. Oh. 82-1 aanrijdend, kleine eenheid komt uit 81. Intake zit hier alleen. Ah, we zijn alleen tot nu toe. Ja, alleen intake. Hier zijn alle twee de burgers, die zijn, alle twee de eenheden die zijn gekoppeld. Dat is vernomen. Ja, er is één eenheid gekoppeld. Hebben we nu een reden om zo'n busje bijvoorbeeld te zoeken? Ja. Ja, want dit is een beveiligd gebied, hè? Dat is waar. Moet even kijken waar die is. 1449. Misschien hier links. Daar? Nee, is dat een bison? Ja, een bison is best groot, hè. Kenteken, komt dat overeen? Ja. Heb je nou 11 niet gezien? Ik geloof het niet. Ja, ik kan tenminste nergens heen. Heb je nou? Meneer? Ja. Hallo? Op, meneer? Blijf staan. Meneer? Sir? Sir? Hallo? Hallo? Sir? Spreek je Nederlands? Ja, hallo? Hallo, spreekt u Nederlands? Ja, ik spreek Nederlands. Blijf even staan. Ja, we roepen je, maar je reageert blijkbaar niet. Ja, ik, ja, nee. Waarom zou ik op jullie reageren, man? Ga weg. Omdat we jou aanspreken. Ja, maar ik wil graag verzoeken dat jullie van mijn trein afgaan, want het is mijn trein. Okay, ja, ik maar je stond dan net midden op straat, we geven jou een stopteken en je rijdt gewoon verder, dus daarom komen we achter je aan. Blijf bij je trein op. Maar jullie mogen even aan mijn trein afgaan. Nou, we hebben nu een melding, dus we gaan even met jou in gesprek zitten. Ja. Nee, jij gaat van mijn trein af. Ik ga niet van je trein af. Kijk meneer, je bent bij deze ook staande gehouden. Dan voordat ik jullie om van mijn trein af te gaan. Hij heeft even niks te voordelen, ik ben bij deze staande gehouden. Voordat ik jullie nog een keer om van mijn trein af te gaan. Nee, dat kunt u niet doen bij deze vorige. We hebben u stopteken gegeven voordat wij uw trein op gaan. Dus dan moet u ook even met u ons samen het trein gaan verlaten. Ja, maar het is mijn trein. Ja, als u zegt wij willen niet, wij mogen niet op trein staan, dan moet u even mee samen met van het trein af. Want we moeten u zo in gesprek gaan. Nou, dan ga jij op de openbare weg gaan. En dan kijk ik op mijn eigen trein. Postcode 32. Zullen we dat afspreken? Oh, yes. Oké, okay, dan gaat u van het trein af. Nee, jullie gaan eerst. Nee, u rijdt met het voertuig van het trein. Maar nee, als jullie nou op het openbare trein staan. Dus kijk, hetzelfde hier. Je hebt hier een soort grens. Dat is de openbare weg, dat is mijn trein. Ik vind dat ook een hele moeilijke situatie. Ik weet niet echt wat ik hier nou wel en niet in mag. Okay, als je bij deze staan gaat, dus je mag even naar ons toe komen lopen. Dan staan we op uw openbaar terrein. Dan luister ik even naar Stef. Nee. Ah, oké, vooruit. Nou, ik wil graag uw kentekenbewijs van u zien. Kijk eens, heeft u mijn rijbewijs en mijn kentekenbewijs. Wat vervoert u als ik vragen mag? Ik vervoer planten. Ik ben niet het antwoorden verplicht trouwens. Ik zal ik even de achterbak opdoen. Graag zelfs. Oké. Okay. Moet ik even een knopje doen.
Kijk even naar die meneer en controleer ik het even in het systeem. Kijken waar dat knopje ook weer zet. Vertrouwen natuurlijk niet. Kijken waar dat knopje ook weer zit. Nou, kijk. Hier staan natuurlijk fictieve planten in. Kijk, er zijn mooie, net achterin heb je tulpen staan. Mm-hmm. Daar heb je een zonnebloemen eromheen en in het midden zijn er wat andere plantjes. Want jij teelt planten, hoe zeg je dat? Wat zei je? Je kunt het herhalen? Ja, hoe zeg je dat? Jij handelt een plant of hoe... Ja, ik handel een planten. Ik vind hier best wel goede, ja, goed mee, stadje. Mooie planten. Mag ik eens kijken? Even hierop staan. Nee, doe mee. Dat is heel breekbaar. Heel breekbaar nog wel. Oké. Goed. Nou, duidelijk. Als ik zo kijk, wat zie ik allemaal verder? Plantjes, hele mooie plantjes, groene plantjes. Maar echt dat ik denk van, dat klopt iets niet. Even afdrukter. Ja. Groene plantjes. Groene plantjes en grote plantjes. Want wat zijn deze planten dan, meneer? Dat zijn narcissen. Narcissen, nou die zien er niet gelovig uit. Dat is een nieuwe editie. Dit is een special editie. Okay. Special edition. Out of character, wat ruik ik uit deze vrachtwagen gekomen? Een hele sterke witlook. Nou, deze geur ken ik wel, meneer. En die geur is niet van narcissen of welke andere bloemen dan ook. Nee, dat klopt. Nee, tegelijk. Ik ruik zonnebloemen. Dus dat lijkt mij, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat zijn wietplanten. Wietplanten? Nee, ik heb deze net bij een leverancier gehaald. Bij een leverancier, nou zou ik maar zeker met die leverancier gaan praten. Maar op dit moment tref ik ze aan achter in jouw vrachtwagen. Oh. En je zegt zelf dat je ze allemaal teelt en zo en dat je daar aan handelt. Dus ja, ik weet niet precies, ik neem aan dat je weet wat je aanneemt. Zeker als je bekend bent met planten. Oké, sorry, ik wil wat wietplantjes vervoeren. Laat even zien hoeveel de... Kunt u alle wietplanten laten zien, want ik wil graag de hoeveelheid. Moment. Maar daarop baseren of dat is... Want je mag de, hoeveel mag je er officieel hebben? Kijk eens, hier zijn er 1, 2, 6 in totaal. 6 in totaal. Ik kijk wederom even mijn collega's aan. Kijk jou even aan. Ik wil even nakijken hoor. Ja. Dat ik 100% zekerheid heb. Ja, want ik meen dat je nog meer kan maar. 5 mag hebben. Hoeveel planten? 6. En kleintjes of grote? Ja, van die grote bossen en zitten nog zaden eronder. Dan moeten we het helaas wel een zaak van gaan maken. Nee, geen zaak. Kom op, als je nou 50 alles voor 50 euro geeft, een diner. En wacht, het mooiste kop nog en een kortingscode waar je plantjes kan bij kan halen. Nou, ik kijk daar niet voor om in ieder geval. Maar bij deze, omdat u aan het vervoeren bent van drugs, boven toch staan minimum is, wordt u wel aangehouden van drugssmokkel. Oh, in softdrugs. Kijk een strafblad. Nou, daar ga ik niet risico, over. Wat je loopt als je dit soort planten vervoert en zo. Maar voor nu bent u wel aangehouden. Potverdikke man. Ik ben niet het antwoord verplicht. En u heeft recht op een raadsman. Oké. Beheersen de Nederlandse taal gewoon voldoende? Ja. Oké, wat er nu gaat gebeuren, we gaan dit allemaal laten opruimen door een recherche team. Maar u gaat in ieder geval nu al met ons mee. Gaat u vrijwillig meewerken? Ja, ik hoef geen handboei om hoor, absoluut niet. Nee, dat zou niet nodig als u gewoon vrijwillig meewerkt. Nou, ik werk uit, mag ik wel een autootje kiezen? Nee, dat zou werken niet. Mag even uw handen wel even tegen het dak aanzetten, dan gaan we weer vieren. Aan deze zijde. Aan deze, mag ook de motorkap. Doe ik heel veel mijn handschoentjes aan. Hoi, OVD. Heeft u scherpe voorwerpen bij waar ik mij aan kan baseren? Wij troffen hem aan op straat. Ja. Daar. En hij stond midden op straat, dus hij stapte ineens in en reed weg. Gaan we een stopteken, reed hier het terrein op, blijven zijn eigen terrein. Wij werden door hem gevorderd om het terrein te verlaten. Maar we hadden hem een stopteken gegeven op straat. Uiteindelijk hier plantjes aan het verplaatsen en dat waren duidelijk wietplanten. Joran, heb je bewijszakjes? Ja, oh, dat helemaal top. Oké, is begrepen. Ga ik in ieder geval het... Een team hiervoor opvragen. Knipsvraag heeft u niet aangegeven.
Oh, sorry. En ik heb wel gevraagd of hij schep voor hebben bij je. Ja, maar dat ding is zo bot als wat. Ja, maar toch. Volgende keer wel even aangeven, hè? Ik heb hem nu niet afgerond, maar... ik hoop niet dat er een volgende keer komt. Sorry, ik even. Maar... sorry. Ik dacht al, wat gebeurt er mij veel. Eerst het over de pay-up, daar kunnen we natuurlijk niet zien, maar ik kende hem al als OVD, dus ik wist dat hij ja, OVD vanavond kom, dan gaan we naar de auto. Daarom geef ik hem nog even het een en ander door. Okay. Top, dan doen we dit ook maar bij de bewijszak. Ja, stort op ja. Heeft u geen persoonlijke spullen bij uw telefoon, portemonnee? Ik heb met de spullen wel gegaan, misschien voor mij was u het of u. Heb ik mijn ID-kaart? Ik heb wel uw legitimatie, ja die heb ik, maar ik bedoel, heeft u geen telefoon bij of sleutels van de vrachtwagen? Nee, ja, ik zal het maar eerlijk zeggen, kun je de data verzamelen waar ik ben geweest, dat wil ik niet. Maar waar is je telefoon dan? Ligt thuis. Oké, okay, nou, dat hoeft natuurlijk niet af te staan, maar in ieder geval dat we hier geen persoonlijke bezittingen laten rondslingen, dat straks worden gestolen, daar gaat mij nu even meer om. Nou, mag ik nog één ding wat doen? Wat wilt u dan? Ik wil nu even in de bus snuiven. Nee, dat is niet, mag is niet toegestaan. Nee, dat gaan we niet doen. Oh, heerlijk. Kom mee, anders moeten we ook daar zijn brandboeien om doen als je niet helemaal mee. Nou, oké, we gaan al. Stapt u maar in hoor. Meneer, met de deur is gesloten. Ja, stapt u maar even aan de andere kant in. Ga mijn collega voor zitten. En dan kunt u in je plaats nemen. Stel ik door de bewijzen in je koffer bakken. Yes. We gaan even voor Fabian. Ja, dat is prima. Ik ga het OPS inrichten. Nou Wim, we kunnen aanrijden hoor. Microphone activated. Maar je heeft de gordel omgedaan hè? Nou, we gaan rijden. Oh, over de auto bijna kapot. Nou, dan gaan we maar hè. Yes. Dan komen we weer vandaan hier zo. Snelste route. Weer dezelfde route zag ik nog helemaal net. Hier rechtsaf. Ik ben even aan het denken. Ik had het ook nog even opgezocht tijdens de melding. Ik dacht al dat het 5 was. Maar ja, ik dacht ook dat het 5 was. Ja, het was inderdaad 5, ja. Ik wist eigenlijk niet zeker. Dus ik zei ook tegen de kijkers tijdens de... tot hij begon van ik voordat jullie nu van de trein afgegaan, dacht ik even van wacht even. Wat moet ik zeggen? Dus gelukkig begon jij. Want ja, in dat opzicht weet ik... ja, hij heeft even niks willen, dat was maar duidelijk. Maar ja... je kunt heel lang doorgaan. Hij zegt, ik vorder jullie. En wij zeggen nee. En dat blijft misschien wel uren doorgaan. Ik dacht van, ja, wat moeten we dan doen? Dus we hadden in principe een goede oplossing. Maar uiteindelijk werkte die ineens mee. Gelukkig maar. Maar het is in principe zo dat... ik dacht dat hij daar ging stoppen ook. Daarom gingen we ook op zijn terrein. Maar ja. In principe, voor aanhouding mogen we altijd een terrein betreden. En als wij hem willen aanhouden, mag altijd. Daar hebben we geen machtiging voor nodig. Omdat het zeg maar niet een huis is voor woonadressen, stellen we weer aparte eisen. Ja, ik dacht dat hij daar ging stoppen namelijk. Alleen, hij heeft wel gelijk, stel wij bevinden zich op zijn terrein. En dat, op dit moment is dat niet noodzakelijk. Dat kan nou, dit staanhouding kan makkelijk afgedaan worden op buiten het terrein. Dus dan mag je wel, dan mogen we dat niet. Dus dan heeft hij wel gelijk, alleen het voordeel hoe hij het doet, werkt niet helemaal zo hoe het werkt. Nee, precies. Je kan niet helemaal achter elkaar, ja, ik voordeel je nog een keer, Dat moet wel wat tijd, we moeten de tijd hebben om het gebied te verlaten. En we waren nog met hem in gesprek en hij is staande gehouden, dus had eigenlijk niet eens dat terrein opgemogen. Ja, had wel gekund, maar we hebben het inderdaad gewoon goed nu opgelost. Ik heb natuurlijk allemaal mensen prio in aangereden voor deze inzet. Ja, dat denk ik ook, ja. Zo, dames en heren, daar zijn we weer. Of ik eigenlijk. Helemaal alleen. Wat gebeurde er nou op het einde? Ik was heel erg in twijfel achteraf. Zou ik dit wel of niet erin
plaatsen. Maar ik heb er daarin besloten om niet te doen. Daardoor heb ik ook geen auto opgenomen. Daardoor ga ik het bij deze even via deze manier doen. Ik ga hier even langs de kant staan. Namelijk op deze locatie. En dat is hier zo, overal. Letterlijk hier zo. Daar kregen we een melding spoedassistentse collega. Wij gaan die kant op en wij komen daar eigenlijk te plaatsen bij een achtervolging. Die wordt gehouden door de Zulu, door collega's van de politie, door Kamar eenheden. Het gaat door elkaar heen. Maar het bleek helemaal niet die spoedassistent te zijn. Dat bleek iets helemaal anders te zijn. Achteraf was het één grote chaos daar en blijkbaar twee meldingen door elkaar. Een motoragent die gewoon met zijn motor de trap op sprong en tegen mij aanvloog. Het was, ja, toen ik echt dacht van mensen, waar zijn we mee bezig? Helemaal niet leuk voor de video dus. Ook deze melding weer. Het is een beetje alsof er een vloek rust op de Kamar. De vorige keer had ik ook zoiets van, hier hebben we niet veel aan. Gelukkig hebben we toch nog zeker 40 minuten geloof ik aan beeldmateriaal. Dus bij deze, ik ga Stef, als je kijkt op het einde van de video, bedanken dat ik met jou mee mocht. Ik doe het even via deze manier. Wil je nou bij de Kamar, kan dat uiteraard via de link van de roleplay reality staan in de beschrijving. Via de site kun je aanmelden voor Kamar als je voldoende eisen. En ik zou zeggen, ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je toch een leuke video vond en dat we er toch wat leuke meldingen uit hebben kunnen halen. En ik zou zeggen, tot de volgende. Tot dan. Doei.